Kun je ons nog even voorstellen aan je instrument? Ja, kijk, dit is een X5 Hammond orgel. Die plaat is ingespeeld op een A100, dat is een toonwiel, even specialistisch. En een toonwielorgel is een enorm grote, dikke dame. En die is niet te tillen, niet mee te sjouwen, dus die staat ook gewoon lekker in de studio thuis. Maar dit is echt mijn reisorgel. En ja, dat is gewoon een geweldig instrument. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon... Hoe lang kennen jullie elkaar? Sinds 1978, dus dat is een jaar of ruim 30. En dan andere types sinds 1972. Dus ja, ik ben wel echt van dit ding. Leslie box erbij, deze. Die draait. Daar heb ik een klein delaytje erop staan om af en toe weer een beetje te spacen. Wie was de eerste die je erop hoorde spelen? De eerste die ik erop hoorde spelen? Nou, de eerste waar ik me bewust, toen ik me echt bewust werd van, nou, dit is het gewoon, dit wil ik ook, was Roy Phillips van de Peddlers. Dat is een soort van, volgens mij Engels, een beetje uit de bocht gevlogen, nachtclubachtig trio. Drums, bas en een Hammond-organist. En je hebt een stuk of 5 platen gemaakt. Die gast vond ik zo te gek. En die heeft ook een A100. We hebben het dus ook. En ja, ik weet het niet wat het is. Timing sound-achtig ding. En die speelde daarop. En dat was gewoon klaar. Toen was ik denk ik 16, 17 toen ik dat hoorde. En pas veel later ben ik erachter gekomen dat bijna alle platen die ik als kind heb gedraaid, daar staan die orgels op. Alleen toen was ik me helemaal niet zo bewust van. Dus het zit al gewoon heel lang in het systeem. En... het blijft. Vind je jezelf een toetsenist of een organist? Nee, ik vind mezelf echt organist. Ik ben echt organist. Alleen is die rol ook wel eens anders. Sommige dingen die je doet, daar is dat orgel op dat moment wat minder belangrijk. En vind ik die dingen dan toch heel leuk om te doen. En dan kan ik mezelf, bijvoorbeeld bij Kane, waar ik mee speel, kan ik mezelf geen organist noemen. Daar ben ik gewoon toetsenist. En daar speel ik gewoon piano, zo synthesizers, programming, dingen, instarten, backing tracks. En ook, het is altijd orgel. Kijk, als deze er niet is, dan ben ik er ook niet. De A100 staat wel op het podium. Nou, de X5, het is dan de X5, het is mijn reisorgel. Je zal mij nooit zonder dit ding zien. Als dat zo is, dan is er echt iets aan de hand. Dan ben je aan het snabbelen. Nou ja, nee, ik zou niet eens weten wanneer ik dat voor het laatst ga. Misschien een keer aan een vleugel om iets kleins of zo te doen, als het echt niet anders kan. Maar je ziet, als je mij ziet, zie je dit ding. En daar staan dingen omheen, zoals in dit geval een Wurlitzer piano. Prachtig ding. Die zou ik niet meenemen, omdat hij zo kwetsbaar is. Maar vorige week was ik aan het klooien met een sigaar en een laptop. En ik denk van nou, dan doe ik het wel digitaal. En dat klonk slecht. Echt wel erg. En zag ik Maarten zo kijken en positief blijven. En toen dacht ik, ja, klootzak, ik moet dat ook gewoon doen. Dus toen heb ik hem deze week toch maar meegenomen. En er wordt nu een kistje voor gebouwd. En dan gaat hij mee, want het is te mooi. En Maarten houdt ook heel erg van die combinatie. En het leuke van die Wurlitzer, die zet je normaal gewoon rechtstreeks over een versterkertje. En in dit geval, omdat het knalen scheelt op de mengtafel, maar ook omdat het gewoon echt een tof geluid is, gaat hij mee over die Leslie box. Dus dat je dit ook nog kan doen, zeg maar. Thank you.
eerste keer dat ze samen op tournee gaan.